Tokyo, I'm on my way. En in mijn nieuwe Toyota, it's not so far away. Sterker nog, het is vlakbij op het strand van Scheveningen. Want daar is het Hollands Olympisch Centrum. In Nederland wordt Den Haag inderdaad het middelpunt van de Spelen. Want er zullen hier ook allerlei mediapartijen aanwezig zijn. En de terugkerende Team NL-sporters. Dus ja, dat gaan we allemaal hier mee maken. 5 jaar geleden was er ook een Olympische sfeer op dezelfde plek. En het Olympische Festival is weer terug. De plek waar je alle sporten kan uitproberen. Het is dit jaar wat anders, met minder mensen vanwege corona. Kaarten van tevoren bestellen. En het is nog even wennen na zo'n raar jaar. Het EK, de watersnood. Om nu weer in die Olympische stemming te komen. Wij denken wel dat vanaf volgend weekend de oranje koorts gaat aanslaan. En hopelijk de mensen in Limburg. Het ook een stuk beter gaat. Ja. Maar ik vermoed als het eenmaal het evenement loopt, dat het net als andere jaren veel kijkers zal gaan trekken. En ons een beetje de benodigde brood en spelen geeft die we vanuit hier kunnen beleven. Ja. En hier kan je het echt proeven terwijl je hier op dat festival bent. En hier bij het Team NL Olympic Festival gaat het om sport kijken. We gaan al onze Nederlandse toppers die in Tokio bezig zijn, zullen we hier live kunnen bekijken op mooie beeldschermen. Maar vervolgens kan je ook naar de sport die je hebt gezien toe gaan en het ervaren. En die combinatie, dat is nou heel erg uniek. En daar kunnen mooie dingen uit voortkomen. De NOS gaat live uitzenden vanaf de Scheveningse branden in een speciale glazen koepel, een soort ring. En de eventuele Olympische medaillewinnaars, die komen snel terug uit Tokio en worden gehuldigd hier op het strand. Niet in het Holland House, maar gewoon in het beachstadion van Scheveningen. Met denk ik wel het Wilhelmus.